Er stonden hier twee tafels van deze dingen. We hebben er één weggehaald. En eentje hebben we hier neergezet, even. Dat was een enorme klus, want die dingen zijn loodzwaar. Maar het is wel beter zo. Dan heb je hier meer ruimte. En wat ik hier doe, moet ik even kijken. Er komt in ieder geval ander spul op de grond. Dus die tegels gaan eruit. Het punt is een beetje bij deze tafel. Ja, je ziet het al. Hij is natuurlijk van stenen, beton. Ik weet niet precies wat voor spul het is. Maar het is razend scherp. Vooral die zijkantjes. Er zit hier ook een beschadiging. Ja, hij zit ook er los. Nou, dat duurt niet lang meer voordat hij eruit is. Dus dat is niet zo prettig. Dus, ik ga er hout op maken. Ik heb hout gehaald. Dat zijn diezelfde delen als ik in de keuken heb gebruikt. Dat is voor degenen die mij volgen en die weten waar ik het over heb. In de bijkeuken heb ik ook een bordes gemaakt, laat ik het zo maar even noemen. Daar heb ik ook deze planken gebruikt en die bevallen eigenlijk wel. Nou, kijk. Dat spul eraf. Dat hebben we niet meer nodig. Er zit wel een barst in hier, zie ik. Dus dat komt helemaal wel goed uit dat ik de hout overheen ga doen. Want als dit natuurlijk doorgaat, dan is dat best wel een beetje tricky. En dan wil je er niet onder zitten met je benen, volgens mij. Ik ga die dingen oplijmen. Maar voordat ik dat kan doen, moet ik het eerst even goed schoonmaken natuurlijk. Dus dat doe ik even met een schuurpapiertje. Even de schuurslof eroverheen. En even goed schoonmaken daarna natuurlijk. En dan kan ik hem lijmen. De zijkanten ook maar mee. Dan ziet dat er ook gelijk weer beter uit. Want je ziet het, het is wel een verschil. Goed afstoffen. Het meeste is natuurlijk al af. Er zitten wel een paar behoorlijke barsten in, zie ik. Dus het kan geen kwaad dat ik er wat overheen doe. Die andere was ook al gebarsten. Die was kapot. Dat had ik geloof ik al verteld. Maar goed. Nou. Nog niet wat ik hier met een blikje doe, maar... Nou, dacht ik te ontvetten, maar dat ga ik toch maar niet doen, want met terpentine en zo heb je kans dat die lijm niet meer gaat houden. Dus ik boel hem gewoon even goed af. En is het volgens mij ook wel goed. Nou heb ik hier wat Desti, dat koop je bij de Vibra. Maar dat heeft trouwens, daar kan je voor een hoop doeleinden gebruiken. Even kijken of dit een goede ontvetter is hiervoor. Of er geen laag achterblijft, want dat vind ik wel belangrijk. Dan doe ik het even in het midden. Ja, het voelt een beetje vettig aan, dat is te... Hoewel, ja, hier ook. Dat is de pest met dat spul. Ik ben bang dat die lijm loslaat. Of niet. Pak liever gezegd. Goed afspoelen. Ja, ik denk dat het wel goed gaat. Ik hoop het wel, want anders heb ik een probleem. Wat
Nou, je ziet dat een bagger eraf komt. Dus kan geen kwaad. Zo, even naspoelen. Nou, om het nou goed droog te krijgen. Laten we die even zakken. Moet raar lopen, wil die nou niet drogen. Nou moet van die eerste lat de messing eraf. Dus dat is dat uitstekende gedeelte aan de voorkant. Dat moet eraf, want dat is natuurlijk geen mooi gezicht als dat aan de rand zit. Dus je zaagt er even af. De plank is net iets langer, dus hij steekt er iets overheen. En dat moet ook. Dan ga ik dadelijk met de kantenvrees ga ik er langs. En dan zit ik precies op de goede maat. Ik zet gewoon een paar dotten op. Doe ik rechtstreeks op het materiaal en niet op de tafel, want dan heb je kans dat het ernaast komt. Dus dat wil je natuurlijk niet. Beetje schuiven. Zorgen dat hij in alle kanten even wel uitsteekt. En hier zo leg ik hem er gewoon vlak tegenaan. Daar heb ik even een latje voor. Dan zit hij gelijk goed. De eerste is natuurlijk het belangrijkst. Dan zit ik even te twijfelen of ik die messing en groef, of ik die met kit zal doen of met houtlijn. Kan natuurlijk allebei. Wat is wijsheid? Ik denk dat kit in dit geval handiger is, omdat die messing en groef nogal grof is van dit hout. Dus ik nou gewoon een paar tot dat erin leg, denk ik dat dat wel voldoende is. Komt dat er ook niet uit? Nou, hier kan ik het wel gelijk op de tafel doen. Zo. Gelijk een paar klemmen erop ook. Zo ver mogelijk hierheen. En dat is wel nodig, want ze zijn een beetje krom natuurlijk. Ik ga toch even hier een klem op zetten. Trek hem hier even aan. Zo, kijk, nou zit hij goed aan. Dat is beter. Ik zet er nog een bij. Voor de zekerheid dat die niet omhoog komt. Ik wil het niet te hard slaan, want dan slaat die tafel kapot.
Eerst deze even vast. Voor de zekerheid. Dan zet ik hier even de goede klem op. Ja, die trekt hem al aan. Mooi. Hoi, dat is jammer. Hij redt het niet. Dan deze maar. Ik heb toch een paar grote jongens erbij gehaald. Ik wil wel zeker weten dat de kieren goed dicht zitten. En met deze gaat dat wel. Kijk. Dat is mooi. Die even los. Dan weet je zeker dat die kieren gewoon goed aansluiten. Helemaal dicht krijgen ze niet, maar dit is het beste wat ik kan doen. Dan ben ik toe aan de laatste alweer. Dit ga ik even opmeten. Moet natuurlijk een stukje af. En ik laat hem er iets overheen steken, zodat ik hem mooi vlak kan frezen. Of gelijk kan frezen dan. En nu moet ik het natuurlijk wel goed doen, want ik moet niet de messing eraf, of de messing eraf zagen, maar de groef. En dat wordt een beetje lastiger, want dan moet ik hem dus van hier af gaan meten. Even kijken, want ik heb nu ingesteld op 9,5, maar dat klopt natuurlijk niet, want er komt een centimeter bij. Dus hij moet 10,5, want anders kom ik tekort. Zo. Dat moet hem zijn. Mooi. Dat is goed. Dat is heel mooi. Precies uit, zeg. Dat is hartstikke fijn. Een beetje schuiven. Klemmetje erop. Dan moet ik het even zonder plankjes doen, denk ik. Je kan er nooit te veel klemmen opzetten. Dat is alleen maar goed. Zo. Nou, dat is mooi. Dan zit hij in ieder geval dicht nu. Nou, laat ik hem lekker drogen. Het voelt redelijk goed aan. Ja, hier en daar klinkt hij wat hol, maar daar kan ik niks aan doen. De zijkanten zitten in ieder geval mooi strak aan, dus daar gaat het om. Ja hoor. Nou, als die droog is, haal ik er een vrees langs.
schuurpapiertje erover, lakje erover. Ik heb voor kitten van die tafel heb ik speciaal een merkkit genomen. Ik denk, dat is beter. Nou, dus niet, want het is gewoon losgegaan. En ik heb nu al delen opnieuw gelijmd met de OK-kit. Ik verdien er niks aan om dat te zeggen. Maar dat is veel beter dan die merkdingen. Goedkoop en het zit als een huis. Dus ik moet het weer opnieuw doen. De vorige kitten ga ik eerst de boel even op maat maken. Dus dat wil zeggen dat ik de randen gelijk maak met die van de tafel. En dat doe ik met een frees. Daar heb ik een kantenfrees voor genomen. Hij is vrij lang. En ik vind altijd met die lange freesjes het nadeel dat ze volgens mij aan het eind een beetje gaan zwabberen. En dan heb je kans dat die frees een beetje uit balans raakt. Dus ik moet het wel voorzichtig doen. Een laag toerental. En ik hoop dat het goed gaat. Het gaat wel, maar ik moet het in kleine stukjes doen, want ik heb er wel moeite mee. Het is natuurlijk ook dit materiaal. Ah, dat balen. Dat is balen, ik had hem netjes afgesteld, de vrees. Omdat hier een gat zat en hierboven was hij gewoon netjes recht. Maar hij is gezakt, de vrees, door het trillen waarschijnlijk. Dus hij heeft nu een stukje hier meegepakt. Dat is wel erg zonde. Ja, ik kan daar niks meer aan veranderen. Nou, ik heb alle kanten gedaan. Dus hij is netjes vlak nu en gelijk met de zijkanten van de tafel. En hier een klein stukje afgebroken ook weer. Ja, dat heb ik natuurlijk met... Het is het grenen volgens mij. Nee, het is vuur. Nu moet er nog een ronde kant aan. Ik zit te twijfelen of ik hem met pluggen vast zal zetten door de tafel heen. Het is toch wel iets steviger dan de lijn. Ik ben bang dat als die... het zit nou weer helemaal los. En dat wordt alleen maar van kwaad tot erger, denk ik. Nou, ik heb alle kanten gedaan. Dus hij is netjes vlak nu en gelijk met de zijkanten van de tafel. Hier een klein stukje afgebroken ook weer. Ja, dat heb ik natuurlijk met... Het is het grenen volgens mij. Dat is best kwetsbaar. Nee, het is vuur. Maar... Nu moet er nog een ronde kant aan. Ik zit te twijfelen of ik hem... met pluggen vast zal zetten door de tafel heen. Dat is toch wel iets steviger dan de lijn. Ik ben bang dat als die... het zit nou weer helemaal los. En dat wordt alleen maar van kwaad tot erger, denk ik. Ik weet alleen niet of dat gaat lukken. Maar ja, het is te proberen natuurlijk. Ik ga eerst ronde kanten eraan frezen. Dat doe ik met een profielfreesje. Of ronde kanten. Dan heb ik het freeswerk achter de rug.
even het ergste stof een beetje weg. Het hoeft niet schoon, want ik moet toch nog schuren. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van, waarom maak je er niet mooie houten rand omheen? Dat heb ik overwogen, maar heb ik bewust niet gedaan. Er zitten hier die sleuven in natuurlijk. Als ik hier een rand op ga maken, dan loopt het water niet meer weg. Ze blijven allemaal in die sleuven staan. Dat is niet handig. Dus vandaar mijn besluit om het niet te doen. Ik ben hem nu voor de tweede keer in de whitewash aan het zetten. Dat moet echt wel twee keer, want anders dekt het niet heel mooi. Het is natuurlijk geïmpregneerd hout. En geïmpregneerd hout, daar adviseren ze al wat voor om het pas na een jaar te behandelen. Maar ja, ik wil het op kleur hebben, dus ik doe het gelijk. En het is niet mijn advies om het te doen, maar ik doe het gewoon. Die naden doe ik even apart met een kwastje. Dan weet je zeker dat het er goed tussen zit. Want er loopt natuurlijk water in, daar kan je niet onderuit. En misschien dat ik het nog wel een keer afkit. Moet ik even kijken. Maar het kan geen kwaad om het in ieder geval even goed in de whitewash te zetten. En de rest doen we natuurlijk wel met een rolletje, dat gaat wat makkelijker. Liefst kruislinks. Nou, hij staat nu twee keer in de whitewash en ik vind hem wel mooi geworden eigenlijk. Een stuk beter dan als steen, want dat deed hartstikke zeer in je ellebogen.